is een speciale aflevering van Nieuwsradio Amstelveen. Te gast in de studio Angela Kramers. Wie is zij en wat zij doet, daar kom je het komende uur achter. Ze is in elk geval een duizendpoot. Ik praat met Angela over alles wat haar bezighoudt en zij zal verrast worden met een aantal mensen die wat over haar te zeggen hebben en ook vragen aan haar zullen stellen. Angela is op 17 oktober 1960 in Haarlem geboren en woont nu in Amstelveen. Wij praten over haar verleden, toekomstplannen, maar vooral over het heden. Ze heeft haar eigen muziek meegenomen die dit uur tussen de gesprekken langs zal komen. En zo krijgen we een aardig beeld wie Angela Kramers is. Samenstelling en presentatie Lex Sternveld. Je hebt een boek geschreven, bent oprichter van Stichting SAM. Je geeft yogalessen in je eigen yogastudio en bent zeer muzikaal. Genoeg gesprekstof, dacht ik zo. Hoe ben je in Amstelveen terechtgekomen en sinds wanneer woon je hier? Nou, ik heb een, ik woonde in Amsterdam. En op een gegeven moment na de Dolly Dots ben ik in de WW terechtgekomen. En degene die mij begeleidde in het GAK... Die zei van, goh, ja, ik was mijn massagecursus aan het doen, een yogaopleiding. En hij zei, zou je niet willen masseren op Allsports in Amstelveen? En ik zeg, nou oké, dat wil ik wel proberen. En daar heb ik dus mijn Richard leren kennen, waar ik nu getrouwd mee ben. En Richard woonde in de Wolken in Amstelveen. En uiteindelijk is hij bij mij komen wonen in Amsterdam. Zo zie je, het leven zit vol verrassingen. Ja, want ik was nooit, anders was ik nooit in Amstelveen terechtgekomen. Ik wist niet eens waar het was. Ik kwam niet verder dan Amsterdam. En ik was eigenlijk een beetje ongelukkig in dat laadje in Amsterdam. Ik miste gewoon de natuur. En ik wilde, het was een andere, blijkbaar een nieuwe fase in mijn leven aangebroken. Toen zijn we gaan zoeken in Amstelveen. En nu woon ik in Amstelveen-Noord. Ja. Ja, en je bent hier waarschijnlijk ook bevallen van je twee kinderen. Ja, inderdaad. Je hebt een dochter, Juna. Juna, ja. Juna. Juna is 13. Waar komt die naam vandaan? Het komt van Arjuna. En Arjuna is een mythologische figuur in de Indiase mythologie, zeg maar. Ja. Dat is een strijder die het goddelijke, zeg maar, bestrijdt. En hij moet een keuze maken tussen... Hij wilde geen oorlog voeren, maar hij moest wel. En en Krishna zei ook dat hij dat moest doen. Maar Arjuna is Juna geworden. En toen Juna zei, mam, wat betekent nou toch mijn naam? Toen zei ik, nou, strijder van God, zeg maar. Ik ben niet religieus, hoor, maar wel, ik geloof wel, zeg maar, in het spirituele. Dat er meer is dan alleen maar wat we zien. En sindsdien, maar het past ook bij haar naam. Het past bij haar persoonlijkheid, zeg maar. En naam. Dan je zoon Sam, daarvan ben je ook bevallen in Amstelveen. Ja. Samen met je man Richard Griffioen, je noemde hem al, heb je Stichting Sam opgericht. Ja. Waar zet de stichting zich voor in? Om kinderen met het Down-syndroom en autistische stoornis, om die kans te geven, zeg maar, met dolfijnen in contact te komen. Zij worden, zeg maar, de kinderen worden aspirant dolfijntrainer. En zij moeten de dolfijnen aankijken en ze moeten een gebaar maken. En dat is een hele moeilijke handeling voor deze kinderen, omdat hun communicatie, zeg maar, is niet hun sterkste punt. En door dit aan de dolfijn te vragen, Hebben ze grip op hun omgeving. Dus voor kinderen met het syndroom van Down en ook met een autistische stoornis is dit een hele mooie en ook belangrijke interactie. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Wat ik altijd zie gebeuren bij de kinderen is dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. En dat is natuurlijk een heel belangrijke eigenschap.
Het is een waarde in je leven dat je vertrouwen hebt in jezelf. En heb je de indruk dat het beter werkt met dolfijnen dan bijvoorbeeld met huisdieren zoals honden? Nou, ik weet zeker dat, dat therapie met alle dieren van waarde is, omdat dat een endorfine ook aanmaakt. Hè? Dus het is een... Je ontspant ervan. Het geeft een gelukzalig gevoel. Sowieso knuffelen. Een knuffel. Iemand een knuffel geven geeft je ook een goed gevoel. Ja, ja. Dus het is. Maar wat er gebeurt is dat de kinderen worden heel wakker. Waardoor ze iets hebben van. Hé, wat gebeurt er? En ja, een dolfijn is natuurlijk een dier die je in je dagelijkse leven niet. Zo snel zal het zien. En zeker niet dat je erbij mag zitten en dat je ze mag aaien. Hoe is dan zo'n eerste kennismaking? Ja. Vinden kinderen dat eng? Sommige kinderen vinden het heel spannend. Ja. En op zich zijn dat al allemaal overwinningsstappen voor hun. Dat ze een dolfijn aaien is voor ons misschien vanzelfsprekend. Maar voor hun is het een hele grote stap. Zelfs een kus geven op hun snuit. Nou, dat is voor sommige kinderen... Ja, ondenkbaar. En toch gebeurt het uiteindelijk. En dat ze de dolfijn moeten aankijken en ze moeten iets vragen. En een gebaar maken, zeg maar van een springgebaar. Of een ga op je rug liggen gebaar. Of een zinggebaar. Ja. Nou, er zijn heel veel gebaren. En als die kinderen dat onder de knie krijgen van... Hé, als ik ze aankijk en ik doe dit met mijn handen... Dan doet de dolfijn dus wat ik zeg. Dus ze krijgen daardoor grip op hun omgeving. En deze kinderen zijn natuurlijk, hebben al geleerd dat de omgeving helemaal niet zo goed kan luisteren. En hun niet begrijpt. Kijk, hun papa en mama wel en opa en oma en de zusjes, die snappen je wel. Maar de rest van de wereld, die ziet je niet voor vol aan. Even dus wat er gebeurt, ze trekken zich terug en hun zelfvertrouwen is niet groot daardoor. Ja. Bestaat niet het gevaar dat ze te afhankelijk worden van een dolfijn? Dat idee heb ik niet. Die ervaring heb je niet. Nee, want die stap is dan gezet. En de ouders die gaan er ook mee aan de slag. Want ja, die leren ook heel veel van... Oh ja, het gaat om aankijken, contact maken. Want de ouders zijn er natuurlijk ook bij. Ja. Daar in het dolfinarium in Harderwijk. Ja. Ja. Hoe vaak vindt het plaats? En hoeveel kinderen zijn er gemiddeld bij betrokken? Nou, het is zeg maar 60 kinderen per jaar kunnen wij ontvangen in het dolfinarium. En vroeger was het meer. Omdat waren we 4 ochtenden per week aanwezig... Met 3 kinderen per ochtend. Alsjeblieft. En dat is best wel intensief, hè? Ja, zo. Ja. En elk kind heeft zeg maar 7 ontmoetingen. En waarvan je zeg maar op het vlonder zit. En waarin je een interactie hebt met 1 dolfijn. Waarin je echt leermomenten worden gecreëerd. En je gaat achter de glaswand, kan je de dolfijn zien in zijn eigen leefgemeenschap, zeg maar. Dus je ziet ze van kop tot staart zwemmen met elkaar, spelen met elkaar. En als je op het vlonder zit, zie je alleen, zeg maar, boven water. Zoals dat op vakanties er soms aan toe gaat, dat men zwemt met dolfijnen. Ja, dat doen de kinderen natuurlijk niet. Nee, in het dolfinarium hebben ze echt gekozen om de dolfijnen... te respecteren in hun eigen lagune. En om niet aan de vin te gaan hangen. En ik ben het daar helemaal mee eens, eerlijk gezegd.